Afval. Het lijkt de normaalste zaak van de wereld. Je ruimt het op, je gooit het weg en het wordt opgehaald. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk mee? Attero verwerkt in opdracht van gemeenten het afval van 40% van alle Nederlandse huishoudens. Ruim 6 miljoen mensen. We halen er materialen uit die weer als grondstoffen te gebruiken zijn. En we maken er energie mee. Elektriciteit, warmte en groen gas. Datzelfde doen we met afval van bedrijven. We verwerken zo jaarlijks 2,5 miljoen ton afval. Duurzaam en innovatief, betrouwbaar en klantgericht. De wagen rijdt de straat uit en voor heel veel mensen is het dan afgedaan. Maar voor ons niet, want dan begint ons werk en dan gaan wij zorgen dat alles wat weggegooid wordt, dat nog weer hergebruikt kan worden. Als je iets kunt hergebruiken of iets kunt gebruiken om weer iets anders te maken of energie op te wekken, dan doe je dat. Attero wil zoveel mogelijk uit afval halen. Letterlijk. Zo winnen wij er onder meer metalen en allerlei soorten kunststoffen uit de rug. Van die grondstoffen worden nieuwe producten gemaakt. Onze afvalenergiecentrales produceren energie uit het restafval. De bodemassen die daarna overblijven worden gebruikt als ophoog- en funderingsmateriaal. Van GFT en groenafval maken wij compost. De grotere en nog niet volledig gecomposteerde delen, zoals takjes, zeven we daaruit. Die vormen een uitstekende duurzame brandstof voor de productie van groene stroom. Dankzij onze stortgasinstallaties en onze vergistingsinstallaties zijn wij bovendien de grootste producent van groen gas in Nederland. Zo levert onze verantwoorde verwerking van afval goed bruikbare eindproducten en duurzame energie op. Attero is een innovatief bedrijf. Nascheiding, vergisting. Om ook in de toekomst zoveel mogelijk uit afval te kunnen blijven halen, moeten we blijven innoveren. En ja, daar is veel onderzoek en geld voor nodig. Je moet vooruit blijven op allerlei ontwikkelingen die er zijn in de maatschappij. Je moet toch kijken naar meer recyclen, meer grondstoffen terughalen, zodat de kringlopen kleiner worden. Dat duurt enkele jaren om van een idee tot echte realisatie te komen. En daarvoor heb je wel klanten nodig die erin geloven en straks ook met afval komen, zodat we die op die goede manier kunnen verwerken. Dat afval iets is waar je wat mee kan, weten we eigenlijk allemaal. Compost bijvoorbeeld. Een echt kringloopproduct uit groente, fruit en tuinafval. Het is een prima bodemverbeteraar die benut wordt in land- en tuinbouw, groenvoorziening en potgrondsector. Daar liggen ook de wortels van Attero. Een van onze voorlopers, de VAM, werd in 1929 opgericht. In eerste instantie om afval uit de gemeente Den Haag te verwerken. Daar werd compost van gemaakt, met als doel de schrale Drentse gronden om te toveren in vruchtbare akkers. Het mes sneed dus aan twee kanten. In Den Haag was men van het afval verlost en in Drenthe verbeterde de kwaliteit van de grond. Ook in het zuiden van Nederland, in Brabant en Limburg en elders in het land zijn stevige fundamenten voor ons bedrijf gelegd. Daarop hebben wij verder gebouwd. Attero heeft een lange geschiedenis als afvalverwerker. Onze toekomst ligt in duurzame relaties. Klanten en aandeelhouders krijgen meer invloed op de verwerking van hun huishoudelijk afval. En wij op onze beurt kunnen hen adviseren. Duurzame relaties leiden zo tot een steeds duurzamer afvalverwerking. Voor innovatie heb je visie en lef nodig. En daarom is het belangrijk dat je als klant ook invloed hebt op die toekomst. In het verleden is het ook zo geweest dat door middel van visie van een aantal bestuurders we een volgende stap hebben kunnen zetten in de afvalverwerking. Zij hebben ervoor gezorgd dat we de eerste belangrijke stap in de afvalverwerking van de stort naar verbranding hebben gezet. Nu moeten we de volgende stap zetten van verbranding naar recycling. En dat betekent dat je investeringen moet doen in die toekomst. En daarvoor heb je een langdurige relatie nodig. Attero heeft verspreid over Nederland vestigingen. Van Maastricht tot Groningen. We hebben overslagstations, afvalenergiecentrales, vergistingsinstallaties, compostfabrieken en stortplaatsen.
Dankzij deze geografische spreiding, de verscheidenheid aan verwerkingsopties plus een dicht netwerk van overslagstations kunnen we onze klanten optimaal van dienst zijn. We hebben altijd mogelijkheden. De klant kan dus rekenen op maatwerk. Bovendien is hij ervan verzekerd dat hij nooit met zijn afval blijft zitten. En daarin ligt onze grote kracht. Ja, laatst nog belde een klant. Die had geconstateerd dat er asbest in de container met restafval zat. En die belde ons op met: we hebben een probleem, hebben jullie een oplossing? En die hebben wij. Wij hebben stortplaatsen waar je ook asbesthoudend afval mag accepteren. En vervolgens hebben wij ook een inzamelaar gecontracteerd. En het probleem opgelost voor de klant. Vrijwel al het afval wordt nuttig gebruikt. We storten nog slechts een kleine hoeveelheid. Daarbij gaat het om afvalstoffen die vanwege veiligheid en milieu niet verder toegepast mogen worden. Attero heeft daarvoor 3 operationele stortplaatsen beschikbaar. Die benutten wij ook voor tijdelijke opslag van afval dat we later verwerken. Verder beheren wij een groot aantal gesloten stortplaatsen. Beheren betekent het opvangen en zuiveren van vrijkomend afvalwater, het winnen van stortgas en het ontwikkelen van een verantwoord gebruik na het afwerken van de stortplaats. Bijvoorbeeld voor recreatie. Maar we doen meer. We ondersteunen overheden bij hun afvalbeleid. Bijvoorbeeld om snel het milieueffect van verschillende keuzes te kunnen berekenen. Ook dat is een voorbeeld van onze innovatieve manier van werken. CO2-inzicht is een model dat we ontwikkeld hebben om de milieueffecten van afvalbeheer in kaart te brengen. We vinden onze rol dat we ons als publieke dienstverlener moeten opstellen voor onze gemeente, voor de klanten. Die zijn onze aandeelhouders. En daarom willen we ook dat we niet alleen maar een band hebben van een contract, maar ook echt in nauwe samenwerking oplossingen zoeken voor duurzaam afvalbeheer. We gaan bij Attero zorgvuldig om met het milieu en de omgeving. En natuurlijk geldt dat ook voor de mensen die voor ons werken of onze locaties bezoeken. Wij willen dat iedereen veilig weer thuis komt. Veiligheid is onze verantwoording. Maar je bent zelf wel verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Dus het is een gedeelde verantwoording. Want als zij zelf hun veiligheid goed in de gaten hebben en zelf weten van hey, kan ik dit doen en kan ik dat thuis vertellen dat ik dat zo gedaan heb, dan is dat een pluspunt. Wij willen dat mensen allemaal ook weer net zo gezond de poort uitgaan als de poort zijn binnengekomen. Afval is voor Attero een bron van herbruikbare materialen en energie. Wij steken al onze kennis en kunde in de milieubewuste verwerking van reststoffen. Zo is Attero energiek met milieu. En daar krijgen wij op onze beurt weer energie van.